geschikte verzuim door psychische problemen zoals burn-out, depressie, angst, overspanning, komt heel veel voor. Bij een derde van de mensen die thuis zitten langdurig is de oorzaak psychisch. Nou, dat heeft een heleboel nadelen. Dat kost heel veel geld voor de overheid, dat kost heel veel geld voor werkgevers en ook voor de werknemer heeft dat grote nadelen. Wat zijn gevolgen voor de werknemer? Werk heeft een heleboel positieve kanten. Het brengt dagstructuur, afleiding, sociale contacten, inkomen, de mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen. En al die dingen die kunnen wegvallen als je langdurig thuis komt te zitten. Bovendien is het zo dat als je langdurig thuis zit, dat de kans steeds groter wordt eigenlijk dat je überhaupt niet meer terug kan komen naar het werk. Bedrijfsartsen hebben een richtlijn waarin staat hoe ze werknemers met psychische problemen het best kunnen begeleiden. Dat klopt. En dat is ook heel positief. Tegelijkertijd zien we al enkele jaren dat in de praktijk die richtlijn heel weinig gebruikt wordt. En wij hebben geprobeerd om met ons onderzoek daar iets aan te doen. In het onderzoek hebben we een richtlijntraining ontwikkeld voor bedrijfsartsen. In 8 interactieve bijeenkomsten werd de richtlijn besproken in kleine groepjes. Bedrijfsartsen bekeken of ze de verschillende onderdelen konden toepassen en zochten zelf naar passende oplossingen om de richtlijn beter te gebruiken in de praktijk. En wat vonden jullie? We zagen dat na afloop van de training bedrijfsartsen meer kennis hadden over de richtlijn, zich beter in staat voelden om de richtlijn te gebruiken en ook meer plezier hadden in hun werk als het ging om begeleiding van werknemers met psychische problemen. En gebruikten ze de richtlijn ook beter in de praktijk? Ja, ze deden het significant beter dan de bedrijfsartsen die niet getraind werden. Tegelijkertijd is er ook wel ruimte voor verbetering. Met name omdat we zien dat veel bedrijfsartsen onvoldoende in staat worden gesteld om de richtlijn echt goed te volgen. Wij zagen dat bedrijfsartsen belangrijke onderdelen van de richtlijn vaak onvoldoende uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat in 80% van de gevallen er erg weinig contact was tussen bedrijfsartsen en werkgevers. Terwijl wij in ons onderzoek vonden dat als dit contact er wel is, dat het samenhangt met een veel kortere verzuimduur van werknemers. Maar waarom volgen ze sommige onderdelen dan niet? Een reden waarom bedrijfsartsen belangrijke onderdelen vaak niet goed kunnen uitvoeren is dat ze meestal niet in staat worden gesteld om die onderdelen van de richtlijn ook echt te volgen. Dit komt bijvoorbeeld door de contracten die worden afgesloten door arbeidsdienst en werkgevers, waarin wordt vastgelegd wat bedrijfsartsen wel en niet kunnen doen. En deze contracten zijn vaak niet zo in overeenstemming met wat een bedrijfsarts volgens de richtlijn zou moeten doen. Maar wat is het effect van de training op het ziekteverzuim van de werknemers? Het effect van de training voor bedrijfsartsen op het ziekteverzuim van werknemers was er eigenlijk niet. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat ze dus niet goed in staat waren om die richtlijnen uit te voeren zoals het de bedoeling was. Het is ook belangrijk dat bedrijfsartsen proactiever handelen. Wij denken dat er nog winst te behalen is als bedrijfsartsen sneller ingrijpen. Bijvoorbeeld als het verzuim langer duurt of als het herstel langer duurt. En we denken dat het dan belangrijk is dat bedrijfsartsen met de werkgever overleggen over of er nog andere werkaanpassingen mogelijk zijn. Dat de bedrijfsarts werknemers misschien doorverwijzen naar een psycholoog of een coach of zelf contact opnemen met behandelaars om de behandeling van de werknemer te evalueren. We hebben een nascholingstraining ontwikkeld die succesvol is. Het vergroot de kennis van de bedrijfsarts. Het zorgt ervoor dat bedrijfsartsen gemotiveerder zijn om volgens die richtlijn te werken en ook dat ze het leuker vinden om mensen met psychische problemen te begeleiden. Maar of de bedrijfsarts daadwerkelijk ook effectief kan zijn en iets kan bereiken, dat hangt ook heel erg af van of deze de ruimte krijgt om volgens de richtlijn te werken. Nou, ons advies aan de praktijk is daarom ook om hier heel goed naar te kijken. Want we denken echt dat er meer geld en ook meer ellende bespaard kan worden door de begeleiding voor mensen met psychische problematiek terug naar werk te verbeteren.